De partiële lockdown van 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend wordt op 24 en 25 mei tijdelijk opgeschort. Dit deelde president Desirée Bouterse gisteren aan het volk mee in zijn televisietoespraak over de COVID-19 maatregelen. De president liet ook weten dat met inachtneming van de COVID-19 veiligheidsoverwegingen een ieder in staat wordt gesteld om te gaan stemmen. Alle stemgerechtigden in Suriname die in quarantaine zijn, zullen volgens Bouterse dan ook in de gelegenheid gesteld worden hun stem uit te brengen. De tijdelijke opschorting van de partiële lockdown is volgens de president genomen om de totale verkiezingsorganisatie de ruimte te geven. Haar taken zo goed als mogelijk uit te oefenen. Maatregel 1. Op 24 en 25 mei gaan wij tijdelijk de partiële lockdown opschorten. Dat wil zeggen dat de avondlockdown vanaf middernacht van zondag op maandag tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden. Op dinsdag 26 mei om 2300 uur zal de partiële lockdown weer regulier gelden. Dit met dien verstande dat de overige gezondheidsmaatregelen ook gedurende de verkiezingen van kracht blijven, zoals de sociale afstand van minimaal 1,5 meter, de reguliere hygiënemaatregelen. Maatregel 2. Het luchtruim voor binnenlands verkeer wordt per vrijdag 22 mei 2020 opengesteld voor personen- en vrachtverkeer binnen Suriname. Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. President Bouterse haalde verder aan dat de grenzen met onze buurlanden gesloten blijven. Hij zegt dat oversteken naar en van onze buurlanden dus niet is toegestaan. Bewegingen aan de Surinaamse zijde via de rivier en over land zullen wel worden toegestaan. C. De checkpoints op de strategische posities blijven gehandhaafd en zullen verscherpt worden. Ziet u verdachte gevallen, help u ons allen en meld dit alsjeblieft bij de autoriteiten. De afgelopen week zijn er door het COVID-team gesprekken gevoerd met de diverse sectoren. De gewijzigde richtlijnen worden door het Nationaal COVID-19 Management Team toegelicht. Suriname, we staan op een belangrijk punt. Niet alleen omdat wij onze stem zullen doen gelden. President Desirée Bouterse, hij sprak het volk gisteren toe over de COVID-19 maatregelen en de verkiezingen. In verband met de verkiezingen wordt de partiële lockdown op 24 en 25 mei opgeschort. Dinsdag 25 mei is de zogenoemde avondklok. Dinsdag 26 mei is de zogenoemde avondklok weer geldig van 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.